NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Erik, een aantal dagen voor de wedstrijd tegen AZ. Een speciale wedstrijd voor jou, denk ik. Hoe kijk jij zelf naar die thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag? Nou ja, niet zo heel speciaal, eerlijk gezegd. Het is natuurlijk mijn oude club, maar voor mij is het gewoon een van de 34 van het seizoen. En ik kijk er met veel plezier op vooruit. Kijk je terug op de laatste weken, zeg maar, met Groningen, winst in de beker. Daarvoor twee gelijke spelen. Hoe gaat dat onder de nieuwe trainers? Wel positief. Ik vind dat Hellemans het goed doet. Ik vind dat hij voor een prima sfeer zorgt in de groep. En nou, je ziet ook aan de resultaten. Twee keer gelijk en door in de beker. Nou ja, 1-0 verliezen van Groningen, maar wel met goed veldspel, denk ik. Dus nou, een positief gevoel. Ja, jullie komen steeds vaker ook voor de goal. Het voetballende gedeelte lukt beter. Zo'n oefening 3-3 helpt dat dan ook in het afwerken, waar het dan uiteindelijk ook om gaat? Ja, nou ja, 3-3 is ook gewoon trainen met je man meelopen en hard werken. En dat was vandaag echt goed te zien. Dat deden we goed. Dus ik denk dat we er wel klaar voor zijn zo. Ja, de wedstrijd van zaterdag is, lijkt me ook ideaal om aansluiting te vinden bij de brede middenmoot die er is in de Eredivisie op dit moment. Ja, klopt. We moeten nu ook wel eens weer eens gaan winnen in de Eredivisie. En tegen AZ is een thuiswedstrijd, dus dat is het ideale moment om weer te winnen. Net als de laatste 3 seizoenen voor NAC. Als jij dat zegt, dan zal het zo zijn.